Zo Tess, jij komt met Lotte langs. Ja, je hebt zometeen een afspraak. Over een paar minuutjes mag je zometeen naar tafel 3. Het thema dit jaar is zorg voor je gezondheid. Dat thema is een thema wat wij als Isla Klinieken uitdragen. Maar zorg is ook iets voor jezelf. Dus je kunt ook zelf meewerken aan je eigen gezondheid. Hachi! Oh, ai, sorry. Heel goed. Als de buitenkant gepoetst is, gaan we bovenop de kiezer poetsen. Ik heb heel veel buikpijn gezien. Buikpijn bij de poppen? Ja, hoofdpijn en toch ook wel veel gebroken armen en benen bij de poppen. Hoe komt dat dan? Ja, ik denk door het mooie weer gaan ze weer buiten spelen en toch een beetje onvoorzichtig. Lars, hè? Ja, zet de pop maar even neer. Hoe oud was die? Ja, dat moet, hè? Dat heeft ze. Een hele moeilijke naam, stethoscoop. En daar luister je mee naar het hartje. Hoor je wat? Ja? Dan hebben we een goede gezonde pop. Die angsten kun je een beetje weghalen door te oefenen met kinderen, met poppen, met het naar de dokter gaan. En tegelijkertijd is het een hele goede oefening voor onze co-assistenten om te leren hoe je met kinderen omgaat. Vandaag een mooie Wat ons ook is opgevallen is dat er vandaag ook mensen in huis zijn die ooit zelf geholpen zijn aan een behandeling bij ons in het ziekenhuis. En die dat traject even willen afmaken, die dan weer terugkomen en dan die elkaar eens willen zien waar ze zelf behandeld zijn. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dat een stukje verwerking is van het proces waar de mensen in zitten. Ja. Okay. Dan leg de handen maar gewoon over de ogen heen. 7, 8, 9, 10, hè? 10 seconden. Je gaat 1-2 bellen. Ja, ik zal vertellen dat er om reanimatie gaat en ik haal die AED. Ja, oké. Nou, help ik je even, hè?